Op Koningsdag wordt het weer gezellig druk in Nijmegen. Zo ook rondom de Vrijmarkt op de Goffert. Om het allemaal in goede banen te leiden, heeft de gemeente Nijmegen het volgende bedacht. Een aantal straten is afgesloten. Zo geldt op de Redmeesterlaan in richting verkeer richting de Vosselaan. Ook de Muntweg is afgesloten in één richting tussen de Groene Straat en de Slotenmaker de Bruineweg. De Slotenmaker de Bruineweg is tussen de Muntweg en de Tapierstraat Nijlpaardstraat afgesloten. Ook de Steinweglaan, de Bussenweg, de Goffertweg en de Wezenlaan zijn op Koningsdag dicht. De gemeente raadt bezoekers en mensen die spullen willen verkopen op de Vrijmarkt aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Kom je toch met de auto, dan kun je laden en lossen tussen 6 en 9 uur 's morgens op de Slotenmaker de Bruineweg. Op deze weg geldt die dag eenrichtingsverkeer. Inrijden kan alleen via de Muntweg. Parkeren kan op Koningsdag op het Jonkerbosplein of achter de Jan Massinkhal.